naar de Jobbeestbrigade. Mijn naam is Tim en ik ben vandaag in het Overijsselse Onge. En ik ben natuurlijk niet alleen, want dit is mijn beestbrigade van vandaag. Dit is Tyler. Hij houdt niet zo van katten en wolven en geeft altijd de planten water in zijn klas. En dit is Perla. Zij heeft er zelf geen, maar ze is gek op honger. En in de tuin voert ze graag pindas aan de vogels. Oké, Tyler en Perla. Heb je koffie meegenomen? Wat? Het belangrijkste natuurlijk van vandaag, Tyler en Perla, wat is onze missie? We maken een speeltuin voor honden. Ja, we gaan een speeltuin bouwen voor honden. Want hier in de stad Omme, of is het een dorp, maar in ieder geval, hier heb je heel veel stenen. Nou, dit is niet echt een hele chille plek voor honden om te spelen, toch? Nee. Dus we willen even een leuke speelplek maken voor deze hondjes. En volgens mij hebben ze ook echt super veel zin om te spelen. Ja, zie je wat er hier gebeurt in de stad? Honden zijn gek op snuffelen en dingetjes zoeken en zo. Nou, hier is alleen maar steen te vinden. Die van mij is al bijna helemaal buiten adem, dus die gaat zo meteen niet meer de speeltuin in, denk ik. Oh no, we zijn Perla weer kwijt. Dit gaat... Ja, goed, klasse. Kijk, hier zie je toch helemaal niks? Ja, alleen de muurtje waar ze tegen kunnen plassen. Goed zo, zo gaat hij goed. En ik ben de baas van deze hond. En ik van deze hond. Ze echt, die honden luisteren supergoed. Zit. Zit. Dus gaat hij voor jou zitten? Doe zit. Doe zit. Zeg zit. 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 Nee. Echt geluk dat jullie zulke relaxte hondjes hebben, want Fred, rustig. Hier, ze hebben al gelijk in de gaten dat we naar een hondenspeeltuin toe gaan. Shit, je wat een enthousiasme. Ik kan ook supergoed ruiken. Ja, weet je wat nou het mooie is? Kijk, we gaan hier een hondenspeeltuin maken. En dat is het mooiste als je het een beetje in een groene omgeving doet, zoals hier dus. En je hoort het al aan Fred. Die heeft alvast heel veel pret. Het was weer even een gedoetje, maar volgens mij hebben we de goede plek gevonden bij deze brigade, denk je niet? Toch? Nou, Perla gaat zo even koffie zetten. Dan kan jij even gaan kijken naar een filmpje. Koffie zetten? Nou, jij maakt thee voor mij. Ik ga even thee maken voor Perla. Ja, is goed.